Ik maakte mijn eigen club in FC24. En in het eerste seizoen wist ik ze al naar de zesde plek te krijgen. En na het tekenen van spelers als Memphis Depay en Jillian Duranville zijn we nu hard op weg om een plekje te veroveren in de Europese competitie. En vandaag is de dag. We gaan erachter komen hoeveelste we gaan eindigen dit seizoen. We hebben nog 4 maanden tot het juni is en alles kan nog gebeuren. We staan maar 4 punten achter op Ajax. En onze vorm de afgelopen tijd is bizar. Memphis is topscorer in de competitie en ik ben heel blij dat hij nog een jaar heeft bijgetekend. En ik ben natuurlijk heel blij met de aanwinst van Jillian Duranville. En ik niet alleen. Jullie laten ook echt hele leuke reacties achter. En de club Twitter is ook benieuwd. Tijd voor de eindsprint. Hoeveelste kan Pato FC eindigen? Iets waar wij en de fans heel benieuwd naar zijn. Het is ook wel leuk om te zien dat ons team als een gek aan het groeien is. Ik bedoel, Lauren Meijers is ondertussen 71. En we moeten natuurlijk onze jeugdacademie niet vergeten. Marcel van Dijk is een talent voor de toekomst. Ik wil hem ook gewoon op de bank gaan plaatsen nu. Ik bedoel, Bulut heeft zich de vorige wedstrijd niet echt laten zien. Jillian Duranville is goed op weg met de assist en hij is goed aan het groeien. We moeten hem nog proberen permanent binnen te halen voor het einde van het seizoen. Maar daar hebben we net iets meer budget voor nodig. En dat budget komt vanzelf als we blijven presteren, want dan gaan we natuurlijk meer tickets verkopen en vooral in wedstrijden tegen bijvoorbeeld een PSV. Ik ben blij met de transfers die we hebben gedaan. Natuurlijk Kiriani, Sabbe, Felipe Castro en Jillian Duranville. We zijn echt een team aan het bouwen met jonge talenten en vooral een team voor de toekomst. Maar voor we überhaupt kunnen denken aan volgend seizoen en internationaal voetbal, hebben we eerst eens dit seizoen en clubs als AZ die in de weg staan. Ik ben blij dat New Balance in ieder geval onze shirts heeft gefixt dit seizoen. Dat scheelt al heel wat. Van Dijk, tussendoor gespeeld naar Memphis. Die wint dat duel. Memphis en dan afmaken. Ja, 1-0. 15 minuten gespeeld. Memphis Depay weer op het scorebord. Buurmeester gaat voorbij zijn man. Buurmeester klaarleggen. Goudmijn en Meijer. Peters, tussendoor naar Memphis. Memphis op zoek naar Van Dijk, daar is Matthew Ryan. Wolven op zoek naar mensen in het midden. Wolven, die gooit hem voor, daar is Meijer. Duranville met wat ruimte. Memphis naast hem in het midden. Peters gaat terug naar Memphis Depay, zijn tweede. 2-0, twee keer Memphis met een assist van Jillian Duranville. En daar is de man vers van de jeugdacademie. Marcel Van Dijk mag zijn debuut gaan maken. Marcel Van Dijk, een hoge bal richting Pieter Peters. Kan hij een keer weer wat creëren? Daar gaat de bal richting Memphis. Daar is Matthew Ryan. Marcel van Dijk. Langs iedereen. Marcel van Dijk. Op zijn debuut net in het veld. En wat een doelpunt voor het jonge talent. Iedereen voorbij en verwoestend uitgehaald in de kruising. Oh, Van Dijk voorbij zijn man. Daar komt Marcel van Dijk naar buiten om te schieten. En zo eindigt de wedstrijd. We winnen 3-0. En wat een debuut voor de mainman Marcel van Dijk. Wat een wedstrijd. Ik bedoel, hij heeft zijn basisplek wel verdiend. Toch, laten we het in ieder geval uitproberen. Met die wedstrijd lopen we weer wat uit van Twente. En die vierde plek wordt steeds zekerder en zekerder. Maar voor hoe lang? Kunnen we dit volhouden? Ik bedoel, die wedstrijd, de club, ging helemaal los. Marcel van Dijk, onthoudt die naam. Als we hem bij de club kunnen houden, kan het een hele grote jongen worden. De coach toen Marcel van Dijk scoorde op zijn debuut. Ja, dit is wel een beetje hoe ik erbij stond, jongens. Ik was heel trots. En ik hoop dat hij nog veel meer kan doen. Ik bedoel, hij is al de jongste in onze hele club. En we hebben geen eens een oude selectie. En Bulut is ondertussen heel ongelukkig aan het worden. Omdat hij geen speeltijd krijgt. Misschien is dat omdat als we je speeltijd geven, je rode kaarten pakt, Bulut. En ondertussen scouten we natuurlijk nog steeds verder voor jeugdtalenten. Deze maand zit er niet echt wat tussen. Dat is wel jammer. Maar wie weet kunnen we nog meer talenten vinden als Marcel van Dijk. En die kunnen met ons meegroeien. Er zijn nog genoeg wedstrijden dit seizoen. Dus laten we zorgen dat we deze vorm doorzetten. En kijken of we misschien zelfs de Eredivisie wel kunnen winnen. Marcel van Dijk voorbij zijn man. Geeft hem mee aan Memphis Depay. Die kan uithalen en dan is het 1-0. Binnen 8 minuten is dit de nieuwe combinatie. Marcel van Dijk en Memphis Depay. Wat een verwoestende uithaal. 117 km per uur voorbij Eloy Room. Het publiek wordt helemaal wild. En Rome, ja, die baalt terwijl Memphis feest viert. En het duurt niet lang voordat Van Dijk weer overal voorbij dribbelt. Van Dijk. Van Dijk nog steeds. Marcel van Dijk. Oh, 2 wedstrijden, 2 doelpunten voor dit jonge talent. En Rome weer kansloos. Gewoon een keer door Memphis richting Pieter Peters. Onze andere spits die het niet afmaakt. Eloy Room. Van Ginkel voor Vitesse. Van Ginkel legt hem af naar Jonathans. En die legt hem binnen. Opslag van Russen, 2-1 voor Vitesse. Sabbe. Tussendoor Ruiz. Memphis naar de andere kant. Marcel van Dijk op de lat. Daar komt Vitesse weer. Frederiksen tussendoor. Daar is Van Ginkel. Daar is Meijer. Marcel Ruiz naar Pieter Peters. Die gaat voorbij zijn man. Wacht dan op Memphis. Heel goed gewacht. Memphis
gaat voorbij Rome. Nee, op de paal. Ruiz met de hoekschop richting Durenville. Daar is Rome. Durenville. Richting Memphis. Prachtige bal van Julian Durenville. Memphis voorbij Rome. 3-1. Vitesse stort in. En zo eindigt deze wedstrijd. We winnen 3-1 van Vitesse. En ondertussen wordt Peters aangevallen door de media. Want is zijn plekje in gevaar? Ik bedoel, met Van Dijk bij het elftal lijkt het me logisch om een 4-3-3 te gaan spelen. Maar Pieter Peters is wel de man van de club. Laten we heel eerlijk zijn. Daarnaast hebben we nog wel één probleem. Want Joshua de Vries, zijn afkoopclausule is betaald. En dat is eigenlijk de enige aanvaller die we op de bank hebben. Hij is ook heel erg ontevreden. Hij wil hier heel graag weg. Dus ik denk niet dat we hem hier kunnen houden. We moeten echt op zoek gaan naar een vervanger voor op de bank. Maar we moeten ook niet vergeten dat we Durenville nog permanent binnen moeten halen. We zitten met een heel groot financieel probleem. Ik weet niet of we dit allemaal kunnen betalen. Maar ik wil in ieder geval proberen Durenville binnen te halen. En al staan we wat hoger in de Eredivisie, het wordt niet makkelijk. Want onze volgende wedstrijd is tegen PSV. En dit is een wedstrijd waarvan ik niet weet of we er überhaupt klaar voor zijn. Memphis Depay staat natuurlijk in het nieuws. Hij speelt tegen zijn oude club. En de vorige keer tegen PSV, laten we daar nog even naar kijken. Kregen we natuurlijk de Joey Veerman show om onze oren. Kunnen we iets betekenen tegen PSV? Daar gaan we. Daar gaat Marcel van Dijk. Die dribbelt overal langs. Marcel van Dijk, schot geblokt. En het duurt niet lang voordat PSV een aanval creëert. Daar is Lozano uit het niks. Het is 1-0 PSV. Marcel van Dijk met een kans om uit te halen. Net naast. Van Dijk naar Julian Durenville. Memphis in het midden, die krijgt hem ook. Memphis aannemen en drommel. Van Dijk. En die kan schieten. Van Dijk draait. Marcel van Dijk op de lat. Marcel van Dijk van heel ver weer de lat. Het is ongelofelijk. Pieter Peters in het midden. Aan de tweede paal. Waar moet Durenville heen? Klaarleggen voor Memphis. En dan vliegt daar iemand. Maar Memphis werkt hem binnen. Het is 1-1. Wat gebeurde hier? Durenville twijfelt. Krijgt hem bij Memphis. En die duwt iemand weg. Maar het mag. En volgens mij vliegt daar Joey Veerman. Waar zit ik naar te kijken? Oké. Okay. Maar kort daarna breekt PSV door. Daar komt Tigo Land voorbij, Meijer. 2-1. En dan is zijn wedstrijd voorbij. Marcel van Dijk naar de kant. En dan mag de Vries het gaan proberen. Lozano draait. Lozano, Meijer zit mis. Het is 3-1. Irving, Chucky, Lozano. Vrije trap voor PSV. Angelino, Meijer. Daar is Gusteel op de lat. Fouten. Veerman tussendoor. Daar is Lozano nog een keer. Die legt hem terug. Sabbe krijgt hem weg. Johnson tussendoor naar Memphis. Die versnelt langs zijn man. Memphis weer bij in de korte hoek. Ja, 3-2. En het wordt nog spannend. Memphis tussendoor naar Julian Durenville. Durenville, daar is Drommel. Noah Lang. Daar komt Noah Lang met het lopje. Ja, 4-2. Is het dan voorbij? Noah, no. En Noah Lang prikt er nog eentje bij. Vertessen tussendoor. Daar is Noah Lang. 5-2. Ze sparen ons niet. Vertessen. Goed stil. Daar komt Noah Lang nog een keer voor zijn hat-trick. In de allerlaatste minuut. Maakt Noah Lang er een hat-trick van? Natuurlijk. Ongelooflijk hoe we hier ten onder gaan. En ook het publiek wil antwoorden. Ik heb hier niks op te zeggen. Gelukkig liepen we uit van Twente. Maar die uitloop wordt zo steeds minder. Er zijn nog genoeg wedstrijden te gaan dit seizoen om dit te kunnen verpesten. Dus laten we zorgen dat dat niet gebeurt. Ik weet niet wat Van Dijk aan het doen is, maar hij is haar flink aan het laten groeien. En hij heeft zo te zien een samenwerking met Nike. Wat een schoenen. Wel leuk om te zien als je nu het kapsel van Van Dijk bekijkt wat het eerst was. Maar ik hoop gewoon niet dat hij naast de schoenen gaat lopen. Want je weet wat er gebeurt met dat soort spelers. Ondertussen vertrekt Joshua de Vries tijdens de eerste aankomende transferperiode. En dat betekent dat er voor ons wel een gigantisch gat op de bank komt op die aanvallerpositie überhaupt. We hebben niet eens een tweede spits. Dus misschien moeten we wat anders gaan proberen. Waarom niet? Laten we gaan voor een 4-3-3 met een valse 9. Hopen dat dit werkt, want ja, we hebben echt betere backup spelers nodig. We kunnen dat mooi uittesten in de wedstrijd tegen Almere City. Memphis klaarleggen voor Marcel van Dijk. Daar is Keller. Marcel van Dijk voor zijn linker. Krijgt hij hem binnen met zijn zwakke been. Daar is Marcel van Dijk. Ik moet wel toegeven dat kapsel staat hem wel oprecht beter. Marcel Ruiz. Ruiz de lat. En zo eindigt deze wedstrijd. Dit is alles wat er gebeurde. Dat is niet heel veel. Een overwinning is een overwinning. We staan nog steeds vierde. Het lijkt steeds meer ons uitgangspositie te worden. We staan tussen AZ en Ajax in. Ik weet niet wat ik van deze nieuwe opstelling vind. Ik moet er even aan wennen, denk ik. Ik wil ook nog even kijken in onze jeugdacademie. Sergio Barros, weer een aanvallende middenvelder. Maakt het nog niet echt waar in het tweede team. Dus ja, voor nu nog geen plekje voor hem. Plus het feit dat we Marcel van Dijk daar nu hebben staan. Welke wedstrijden hebben we nog op de planning? Twente komt er nog aan. Ook Feyenoord en Ajax. Onze laatste wedstrijd is een kraker tegen Ajax. Maar eerst Fortuna. Penalty. Memphis.
Scoort niet. Koopmans red. Sabber zit van missen. Dan is Halilovic. Marito krijgt hem binnen. Van buiten de 16 is het Marito voor Fortuna Sittard. En is het 1-0. En dat is ook hoe het eindigt. We verliezen van Fortuna Sittard. Wat een sterke verdedigende linie hadden hun staan. Wauw, dit had ik niet verwacht. Fortuna was echt geen succes. En de volgende wedstrijd is tegen FC Twente. Die staan letterlijk 2 punten achter ons. Als we deze verliezen en AZ en Twente winnen dus, dan vliegen we naar de 6e plek. Ik kan me dat niet veroorloven. Misschien moeten we gewoon teruggaan naar het systeem wat altijd heeft gewerkt voor ons. En moeten we Pieter Peters weer een kans gooien. Ik bedoel, sinds hij naar de bank is gegaan, is hij zelfs omhoog gegaan. Ik hoop gewoon dat ik onze vorm niet heb verpest en dat we deze wedstrijd gemakkelijk kunnen winnen. Maar ik denk dat het moeilijker wordt dan dat ik dacht. Vorm krijgt hem bij de tweede paal. Van Bergen helemaal vrij. Meijer. De golde. Tussendoor. Flap. Flap van heel ver. Meijer. Maar een overtreding gemaakt. En Flap gaat naar de grond. Vrije trap op een gevaarlijke plek voor Flap. Flap krijgt hem wel binnen. Het is 1-0 voor FC Twente binnen 15 minuten. En Pato FC stort in. Durnville. Pieter Peters. Bereikt. Gaat voorbij zijn tweede man. Pieter Peters van ver weg. Oenerstal. Randje 16. Sadilek. Sadilek. 2-0. Twente speelt ons helemaal zoek. Dit wordt nog een hele uitdaging. Ugalde. Flap tussendoor. Daar is Van Bergen. 3-0. Van Bergen. Op zoek naar het midden. Daar is Flap. Ja, 4-0. We worden afgeslacht. Letterlijk. Oh, Sabbe in de fout. Geeft hem aan Stijn. En die jaagt hem ook binnen. 5-0. Voor Twente. En dan is het voorbij. Dit mocht sneller voorbij zijn. 5-0 kan echt niet. Dat zet ons buiten de top 4. En dat zet ons buiten direct Europees voetbal. Zolang we in de top 8 blijven is het goed. Maar ja, ik had het gewoon zo gehoopt. Wel grappig dat ze deze op de Twitter hebben gezet. Memphis is en blijft een fysieke man. Daar heeft Veerman niks van terug. Een soort van wraakactie op de vorige keer. Jammer dat we die wedstrijd alsnog 6-2 verloren hebben. Het seizoen is bijna voorbij. En ik moet toch echt proberen om Jillian Durbanville permanent vast te leggen. Ondertussen hebben we 5 miljoen. Dus dat zou genoeg moeten zijn. Ik weet niet meer precies wat de deal is die we hebben gemaakt. Misschien staat hij hier. De deal was een 1-year loan to buy option. Maar er staat niet bij hoeveel het was. Dus ik hoop gewoon dat we hem kunnen betalen. Het was 5,5 miljoen. Oké, we kunnen het betalen en we gaan het gewoon doen. En zijn contract is ook snel geregeld. Jillian Durbanville, welkom permanent bij onze club. Ik hoop dat hij ons in de toekomst goed kan helpen in de Eredivisie en in het Europese kampioenschap. En in de Champions Europa of Conference League. Maar voor nu is het eerst tijd voor een wedstrijd tegen Feyenoord. Ayase. Ayase op de paal. Johnson werkt weg. Dat zijn we hier ook klaarleggen. Ayase, daar is Meijer en Kongolo. En net na rust slaat Feyenoord toe. Tussendoor, daar is Bulaude. Die krijgt hem de bel in. 1-0 voor Feyenoord hier in de Kuip. Schouten. Bal richting Van Dijk. Marcel Van Dijk, schot geblokt Rauner. Nieuwkoop. In de laatste minuut komt Feyenoord nog een keer. Nieuwkoop, tweede paal. Ivan Huzerc knikt hem binnen. En Feyenoord maakt het af. 2-0. En zo zie je nog maar. Pato FC is niet klaar voor de grote clubs. Je ziet ons nu ook weer rustig afzakken. We staan nu op de 6e plek. En ja, ik denk dat dit ook onze eindpositie wordt. We hebben nog 1 grote wedstrijd te gaan. Tegen Heracles winnen we 3-2. Maar Ajax daarentegen. Jillian Durbanville. Tweede paal komt. Memphis Depay. Kan Durbanville daar krijgen? Nee, Avila. Pieter Peters. Op het blok van Avila. Maar dat is Hens. Het is tegen hem aangeschoten. Maar ik ben benieuwd. Het is, ja, duidelijke Hensbal. En dat betekent een penalty. Memphis scoort. Het is 1-0. En Pato FC staat voor tegen Ajax. Bergman. Hanswerk. Mikau Tatsen, daar is Kongolo. Een tweetje met Memphis. Van Dijk versnelt voorbij de rest. Daar gaat Marcel van Dijk. Kan die dit afronden? Marcel van Dijk, Roelie. Marcel van Dijk gaat naar binnen. Van Dijk van heel ver weer de lat. Memphis naar Van Dijk. En Van Dijk kan uithalen, Roelie. Memphis tussendoor. Durbanville onderschept. De bal, Durbanville, Roelie. Schouten. Schouten, Roelie. Een laatste hoekschop, Ruiz. Richting Jacobs. Jacobs knikt hem binnen. We winnen de seizoensfinale in de allerlaatste minuut. Prachtig binnengekopt door Jacobs. En zo eindigt de wedstrijd en ook het seizoen. De competitie is officieel voorbij. We kruipen nog omhoog naar de 4e plek met deze overwinning. We hebben in 2 seizoenen Pato FC opgebouwd naar een club in de top 4.
4. Maar die top 3 zit wel heel ver van ons af. Topscorer dit seizoen, Memphis Depay, weet hem nog net binnen te halen. Want hij staat gelijk met Noah Lang. En we hebben Julian Durenville vast weten te leggen. We hebben alles gedaan wat we dit seizoen wouden doen. En nu is het tijd voor volgend seizoen. Waarin we Europees voetbal gaan spelen. Waarin we dit team nog verder gaan upgraden. En waar jullie kunnen laten weten wat er moet gebeuren. Hoe de rest van het team het gedaan? Ruiz heeft 8 keer gescoord, 3 assisten. Julian Durenville 7 keer gescoord, 8 assisten. En ons nieuwe talent Marcel van Dijk heeft 3 keer gescoord. Maar daarna eigenlijk niks meer laten zien. Ik hoop dat het goed komt met hem. Ik ben benieuwd wat voor transfers we volgend seizoen gaan maken. Wat voor sponsoren er komen kijken. En wat voor tenues we kunnen krijgen. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering.